Ik ben Jeroen van der Uyt. Ik ben de Managing Director bij Soda Studio. Soda is een digital product design agency uit Amsterdam. Mijn naam is Tim Safri. Ik ben UX designer bij Soda en ik ben oud-student van Trailer. Een digital product design agency is een bureau waar een aantal specialisten op het gebied van UX design samenwerken aan het ontwerpen van digitale producten. Dus wij ontwerpen apps, websites, interfaces, eigenlijk alles wat digitaal is waar je mee in aanraking kan komen. Daar gaan wij creatieve oplossingen voor bedenken om dat makkelijker te maken, sneller te maken. Dus het draait helemaal om de user experience zo goed mogelijk te maken. Ik kwam achter Soda door een social media platform. Ik zag heel veel leuke, jonge, enthousiaste collega's. Het was een heel dynamisch bedrijf. En het sprak me ook heel erg aan dat je aan heel grote projecten en grote klanten werkt en die afwisseling hebt. Mijn eerste weken hier bij Soda Studio waren heel leuk, heel leerzaam. Ik heb heel erg moeten nadenken over hun way of working. Ik kon ook gelijk meedraaien met een collega voor het eerste project waar ik heel veel van heb kunnen opsteken. Hoe ze bepaalde dingen aanpakten, hoe ze met de klant omging en hoe ze bepaalde designproblemen tackelden. Bij UX design gaat het eigenlijk vooral om het heel goed nadenken over hoe jij structuur geeft aan een digitaal product. Wat voor experience wil je daarmee veroorzaken? Hoe wil je dat mensen ermee omgaan? Het gedrag kan je heel erg beïnvloeden door heel goed na te denken over volgorde, hiërarchie. Daar geven we nadruk aan online. En uiteindelijk dus mensen een beetje helpen en sturen om dingen zo makkelijk mogelijk te kunnen gebruiken. Waar wij bijvoorbeeld UX design voor hebben gedaan is de website van VanMoof. En die hebben ons een aantal jaar geleden gevraagd om eigenlijk te helpen met het ontwerpen van een interface waarmee mensen zo makkelijk mogelijk een fiets kunnen samenstellen en bestellen uiteindelijk. In de praktijk betekent het dat UX design eigenlijk vooral gaat om vrij complexe dingen zo makkelijk mogelijk maken. Voordat je een project begint is er vaak een understand fase. Je probeert heel erg door onderzoek te achterhalen wie de doelgroep is, wat hun doel is met de app, hoe oud ze bijvoorbeeld zijn en wat ze willen bereiken. En door dat eigenlijk te snappen, kan je eigenlijk pas in oplossingen gaan denken en uiteindelijk met een design komen. UX design begint heel vaak heel schetsmatig. Dus wij gaan die nieuwe website of die nieuwe app, die gaan wij uittekenen. Dus we beginnen een beetje van een afstandje, heel ruw. En dan zijn we eigenlijk vooral aan het kijken wat voor volgorde moet deze site krijgen. Waar staan alle dingetjes? Eerst goed snappen wat het allemaal zou moeten kunnen. En vanuit eigenlijk al die opties eigenlijk weer kleiner maken naar de kern, de essentie waar het naartoe zou moeten gaan. Daar maken we op dat moment heel veel keuzes in. En als we daar blij mee zijn, dan gaan we het eigenlijk steeds meer detail geven. Om een concreet voorbeeld te noemen, iemand die bijvoorbeeld bij een boommarkt bezig is, wil je graag dat die bijvoorbeeld zijn klantenkaart of zijn loyaltykaart toevoegt aan de app. Dat is niet iets per se wat bijvoorbeeld op de homepage zou hoeven gebeuren of tijdens het zoeken van je producten, maar dat is misschien ook een lagere stap in de journey, bijvoorbeeld bij een checkout. Op die manier nadenken eigenlijk wanneer je de gebruiker het best te hulp kan staan en niet volgooit met vervelende dingen. Daarover nadenken, dat is eigenlijk de in essentie waar je mee bezig bent. Onze designers die werken met diverse programma's. De allerbelangrijkste is Figma. Dat is de tool waarin wij ontwerpen. Als je Adobe kan, dan kan je Figma ook. Ik heb op GLR ook eigenlijk alles van Adobe geleerd. Van After Effects tot en met Adobe Muse, Adobe XD. En dat is heel vergelijkbaar met Figma. Als je dat hebt gehad, dan snap je de kern en de essentie. En dan kan je Figma ook sowieso leren. Geen twijfel mogelijk. Als je deze specialisatie wil doen, is het heel erg belangrijk dat jij het heel leuk vindt om complexe problemen heel makkelijk te maken. Dus het gaat heel erg om het goed begrijpen van een ontwerpproces. Hoe pas je dat toe om tot een oplossing te komen? Het gaat om een heel groot creatief denkvermogen, want je moet de klanten komen naar ons toe omdat ze zeggen ik weet het niet. Dus het is daarom aan de UX-designer de vraag om de klant te helpen om die complexe materie makkelijk te maken. Je moet wel best wel je mannetje staan, goed communicatief designkeuzes kunnen uiten, maar vooral denk ik heel erg goed kunnen zijn in communicatie met stakeholders. Ik praat heel erg veel met belanghebbenden binnen een project, van product owners tot managers die een eigen idee erbij hebben. Maar je moet wel goed kunnen argumenteren waarom je denkt dat dit idee het beste is voor hun product. De gouden tip voor deze specialisatie is echt initiatief willen tonen om te laten zien dat je het echt leuk vindt buiten je schoolprojecten. Ik heb bijvoorbeeld echt aan eigen projecten gewerkt om te laten zien wat ik in huis heb en geef het je alles wat je hebt.
dat moet goed komen.